Goedemorgen of goedemiddag, afhankelijk van wanneer je kijkt. Natuurlijk heb ik nog een verrassing. Hoe dom zou ik zijn om eigenlijk mijn eigen boek niet weg te geven? Dus ik kwam er eigenlijk maar vanmorgen op het idee. Maar dus, als je interesse hebt, dan geef ik 3 exemplaren van mijn eigen boek weg. Dus dat wil zeggen, aan 3 verschillende personen geef ik een exemplaar van mijn eigen boek weg. Recht van de pers, recht van de drukkerij. Omdat ik er bewust voor gekozen heb om geen honderden, duizenden exemplaren van mijn boek te laten printen. Uit respect voor het milieu. Dus dat betekent dat wanneer dat jij getrokken of gekozen wordt of interesse hebt, zet het een reactie in de reacties, in de comments, onder de video. En dan wordt die ook naar jou opgestuurd. 96 Vlammen is eigenlijk er gekomen via channeling, dus op aanraden en leiding van mijn gidsen. En het gaat er eigenlijk over, zeker over het proces waar we nu doorheen gaan natuurlijk. Maar ook hoe dat je met universele vlammen kan gaan werken om je eigen ascensie weer in je eigen groei, je eigen leven in handen te gaan nemen. Dat is hetgeen dat ik ook leer aan iedereen die met mij werkt. En dus je ziet, het gaat eventjes over wat dat experiment is, wat dat betekent, het grote ontwaken. Hè, waarom gebeuren al die dingen met de COVID en dergelijke, al de oorlogen die er nu zijn en zo. De negativiteit die boven komt, dat wordt eigenlijk wel uitgelegd in boeken dat de reden daarvan allemaal is. En dan staan we natuurlijk stil bij het ascensie. Wat dat precies is, wat dat de bedoeling is. Ook de verschillende stappen die we doorheen het ascensieproces gaan. Waar dat we nu zijn in het evolutieproces en waar dat we eigenlijk naartoe gaan. Maar vooral ook nog, en dat merk ik dag op dag, zowel bij mezelf als mijn klanten, dat werken met de vlammen en de universele stralen echt superkrachtig, super efficiënt, super snel is. En dan, zoals je ziet, is er een stukje rond rituelen en meditaties, rond mannelijke en vrouwelijke energie, rond goddelijke liefde of universele liefde of heilige liefde, hoe je het ook wil noemen. Rond het ideaalbeeld, of eigenlijk geen ideaalbeeld, dat is echt waar we naartoe gaan, maar daar nog een heleboel stukken rond. En dan eigenlijk in het tweede deel zijn er een heleboel channelingen, transmissies die meegedeeld worden, ook gechannelde berichten. Dus ja, ik ben echt trots op het feit dat ik samen met mijn gidsen dit heb mogen schrijven, eigenlijk met Meester Kutumi. Meester Kutumi was mijn leermeester. Wanneer het ging over het schrijven van dit boek. Niet zozeer als een erkenning voor mezelf, maar wel wat dat het betekent voor iedereen die het boek al gelezen heeft. En nog meer nog voor de mensen die uiteindelijk met de vlammen aan de slag gaan. En die echt liefde in hun leven manifesteren via hun eigen groei, via hun eigen ascensie. En dat wens ik ook jou toe. Dus als je dat wenst, kan je dit boek in huis halen. Wil je onmiddellijk aan de slag gaan? Maar dan heb ik ook nog een weetje voor jou. Als je start en het groepstraject volgt, die gekoppeld is aan dit boek, dan ontvang je ook het boek gratis. Dus omdat het inbegrepen zit in het traject natuurlijk. Zo, dat was het voor nu. Vergeet niet om te liken en subscriben, zoals dat ze het in het Engels zeggen. Dus liken en abonneren. En dan zie ik jou wel weer morgen in een nieuwe video. Dag!